Ja, door corona hebben we uiteraard weinig bezoekers, maar ik dank de bezoekers hier. Ik dank u ook voor het kijken naar de livestream. Uiteraard veel dank aan de organisatie door de vereniging Het Friese Paard België. Een geweldige mooie accommodatie, alles liep uitstekend. Dank daarvoor. We hebben wisselende resultaten, sommige wat minder, sommige heel mooie resultaten, met name ook zo'n laatste, zeer aansprekend. Ik dank u nogmaals voor uw aandacht en hopelijk tot de volgende keer onder andere omstandigheden. So, I will thank everybody for watching this live stream. First of all, of course, I want to thank the Association of the Belgian Friesian Horse for the organization of this keuring on a very nice place, good location. Sometimes the circumstances could be a little bit better because it was raining, but we had different quality in horses, from less and very good ones. So I'm happy with the result. Thank you for watching us and hope to see you another time under better circumstances. Goedemorgen iedereen. Namens het ganse bestuur van het Belgisch stamboek van het Friese paard heten we jullie van harte welkom op onze jaarlijkse Fokdag te Ternat. Het is een bijzonder jaar dit jaar voor ons, aangezien wij onze 35ste jaar bestaan vieren van het stamboek. Helaas, het werd een aangepaste keuring dit jaar wegens het coronavirus, waarbij het publiek verboden is. We zijn echter blij dat we via livestreaming jullie toch kunnen laten meegenieten van onze zwarte parels. Allereerst hartelijk dank aan onze juryleden en aan alle vrijwilligers die vandaag deze bijzondere dag voor ons in goede baan leiden. Bonne journée aussi bien sûr à tous nos membres francophones. Cette année, on avait préparé une petite fête en l'honneur de notre 35e anniversaire. Malheureusement, le coronavirus est apparu. Et maintenant, le public est interdit. Mais nous sommes très heureux que tout le monde puisse suivre le live stream de notre concours aujourd'hui. Finally, on behalf of all the members of the Committee of the Belgian Studbook of the Friesian Horses, we also wish all foreigners following online a warm welcome at our inspection day in Brussels. We wish all the best of luck to those who are participating today. And for now, I will leave the microphone to the judging experts of today, Will Thijssen and Manuel Gesseling. Thank you for all who are helping today, present online or at home. Thank you. Ja, dames en heren, nogmaals, ook namens het Fokvereniging van het Belgisch paardenstamboek, Fries paardenstamboek, een warm welkom. We gaan vandaag ongeveer 40 paarden keuren in verschillende rubrieken. We beginnen dadelijk met de veulens. Wij zullen proberen om de zaken soepel te laten verlopen. In verband met corona zijn er natuurlijk toch wat beperkingen. Maar daar hebben wij bij de keur eigenlijk nauwelijks iets mee te maken. For those who are watching us from abroad, a warm welcome. We are now here in Ternat in Belgium watching the first keuring, the Belgian Breeding Day actually. It is the first keuring here in Belgium. Yes, let's start, yes.
Veulen nummer 1. Veulen zou iets beter ontwikkeld kunnen zijn voor zijn leeftijd. Heeft een edel hoofd en voldoende lengte in de hals, maar de hals zou iets meer oprichting mogen hebben. In de bouw is het veulen wat neerwaarts en met name ook de rug zou wat sterker mogen zijn. Beenwerk is droog, maar iets gehoekt in het achterbeen. In de stap heeft hij soms voldoende ruimte, maar zoekt hij toch nog eens een takt. In de draf maakt hij zich duidelijk veel mooier, heeft hij mooie zelfhouding. Zou meer oprichting mogen hebben, het achterbeen iets meer onder mogen komen, maar wel veel elasticiteit. Dit veulen krijgt een derde premie vandaag. Veulen nummer 2, Mauro van het Hechtveld. De vader is Vonger en de fokker-eigenaar is René Kennis uit Loenhout. Nummer 2, Mauro van het Hechtveld, sire is Vonger, breeder en owner is René Kennis. This foal is good in racial type, nice head, good upstanding neck, a little bit heavy in the head-neck connection. Ik zal het eerst in Nederlands doen. Mooi hoofd. Een iets zware hoofd-halsverbinding. De halsrichting is mooi. Dus goed in zijn rastype. De bouw is zeker correct. Vooral de romprichting is mooi. Ook voldoende sterke bovenlijn en lengte in kruis. Misschien een tikkeltje hellend. Het beenwerk is droog. Iets gehoekt in het achterbeen. De stap is ruim en taktmatig. In de draf... Dat heeft hij veel ruimte, maar dan loopt hij toch iets van het achterbeen af. Dit veulen krijgt een tweede premie. So, nice racial type, good in the conformation. The walk is good in length. In the trot, he could get his hind legs better underneath the body. So, second premium.
nummer 3. Goed ontwikkeld veule met een edel hoofd. Hals staat er netjes op, hoofd-halsverbinding had iets lichter gekund. Dus goed in het rastype, met name uitstekend in de bouw. Mooi hoogbenig, horizontale romprichting, goede bovenlijn. Dat is wat we graag zien. Beenwerk is correct gesteld en ook mooi droog. In de stap zou je toch iets meer ruimte mogen maken. En hetzelfde geldt ook weer voor de draf. Heeft een mooie zelfhouding in de draf, maar zet de benen wat snel neer, heeft wat hoog ritme, zou iets meer ruimte ook daarin mogen maken. Dit veulen krijgt een tweede premie. Number 3, get a second premie. Nice race type, very good in conformation, also the leg quality is good, but in the movement you like to see a little bit more length. Nummer 6. Veulen is voldoende ontwikkeld. Het is nog een jong veulen. Edel hoofd. De neklengte kon iets meer. De hals staat er wel netjes op. Dus goed in rastype. In de bouwen, de romprichting is voldoende. De bovenlijn had misschien een iets sterker kunt. En het kruis had wat meer lengte mogen hebben. Maar voldoende in de bouw dus. Beenwerk is correct gesteld en ook mooi droog. Misschien wat stijl gekoot achter. In de stap is voldoende ruim, maar zou je toch iets meer mogen doorstappen. Iets kordater, iets mogen zijn, iets meer activiteit in de stap, zou ik graag zien. In de draf
treedt hij voldoende onder. Is hij toch ook wat gehaast, had er meer zweefmoment mogen hebben. Dus de beweging is ruim voldoende. Dit veulen krijgt een tweede premie, met name ook door zijn rastype en zijn goed beenwerk. Nummer 5. Veulen is voldoende ontwikkeld. Heeft een edel hoofd. Wat zware hoofdhals. En ook wat zware hals. Is dus voldoende in zijn rastype. In zijn bouw is hij correct. Romprichting is voldoende horizontaal. En de bovenlijn is ook voldoende sterk. Kruislengte is goed. De beenwerk is voldoende droog. Misschien iets gehoekt in het achterbeen. De stap is mooi, actief, taktmatig, goede stap. In de draf heeft hij ook goede takt. Zou iets meer onder mogen brengen, iets meer ruimte mogen maken. Dit veulen krijgt een tweede premie. Number 5. Gets a second premie. Is a nice head. Heavy in the head-neck connection and also heavy neck. The conformation is good. Then the leg quality is sufficient in the walk. He's doing very nice, active, and
in the right rhythm, and also the trot has the right rhythm, but he should bring the hind legs a little bit more underneath the body. Veulen nummer 7. Veulen heeft een mooi hoofdje, edel. De hoofd-halsverbinding had iets slechter kunnen. De hals had ook iets meer richting mogen hebben, dus iets meer verticaal gerecht mogen zijn. Het is ook wat iets zwaar, dus rastype is voldoende. De romprichting is ook gemiddeld. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis is wel wat afhellend en kort, had iets mooier kunnen zijn. Het beenwerk is mooi droog, iets gehoekt, maar goed beenwerk. De stap had hij wat meer ruimte mogen maken, is hij soms ook nog wat zoekend in de takt.
In de draf laat hij wel souplesse zien, ook een mooie zelfhouding, voldoende ruimte. Dit veulen krijgt door dat beenwerk in die draf een tweede premie. Nummer 8. Een langgelijnd veulen. Het hoofd had iets sprekender mogen zijn. En de hals iets verticaler. Maar in ieder geval voldoende lengte. Veulen heeft een mooie romprichting. Voldoende sterke bovenlijn. En ook een mooi kruis. De schouder is iets steil. In het beenwerk is heel mooi droog. Misschien een tikkeltje gehoekt. En ook in de beweging zien we dat hij iets Frans is voor
In de stap zou hij wat meer ruimte mogen maken. De draf laat hij zichzelf mooi zien. Dan krijgt hij een mooie houding, veel ruimte. Maar het achterbeen mag meer ondergebracht worden. Dit veulen krijgt een tweede premie. Nummer 8. A foal with long lines. Head could be more expressive. And the neck more upstanding. The direction of the trunk is okay. The top line sufficient. The legs are very clean, that's positive. A little bit towing out. In the walk, he should have more length in the strides. And the trot, he's nice. Then he has the length, but the hind leg should come more underneath the body. So this one gets a second premie.
Zal ik daar de mening op pakken? Ja. Dat doet dat goed, ja. Nummer 9. Het hoofd zou iets meer expressief kunnen zijn. De hoofdhalsverbinding is wat zwaar, maar de hals staat er wel mooi op. Dat is goed voor het rastype in de bouw. Hij is wat neerwaarts en heeft wat korte voorbeen. We zien graag wat lengte in het voorbeen. Bovenbouw is wel goed, sterke bovenlijn. De beenwerk is mooi droog, iets gehoekt in het achterbeen. In de stap heeft hij de goede momenten als je even door gaat stappen. Dan heeft hij voldoende lengte ook. Achterbeen sluit voldoende aan. In de draf kan hij mooi schakelen. Krachtig achterbeen. Zou iets meer opwaarts mogen gaan. Iets meer ruimte in het voorbeen mogen maken. Maar goed in de beweging. Dit veulen krijgt een tweede premie. Foal nummer 9. Head could be more expressive. Neck is a little bit heavy, but nice upstanding. The body is a little bit downwards. The top line is strong, that's good. The foreleg is a little bit short. Then the leg quality is clean, a little bit sickle hocked. In the walk, he's doing some nice strides and also in trot. He could go more uphill, but is powerful. So this one gets a second premium.
nummer 11. Veulen met een mooi hoofd en vooral een mooie hals erop, verticaal gericht. De romprichting is voldoende en de bovenlijn ook ruim voldoende sterk. Het beenwerk is correct gestald en goed droog. In de stap heeft hij ruimte, dak, de achterbeen sluit mooi aan bij het voorbeen. In de draf heeft hij mooie zelfhouding, brengt het achterbeen voldoende onder. Zou iets beter mogen kunnen versnellen, maar ook een nette draf. Dit veulen krijgt met name door zijn beenwerk en zijn goede stap een eerste premie. Nummer 11. Nice expressive head en een long upstanding neck. So good in the racial type and the conformation also good. Nice clean legs, correct in stances. The walk is good, long strides, good rhythm. The trot is also a nice attitude. This one gets a first premium.
Nummer 12. Een veulen met een mooi hoofd, ook donker in kleur. De hoofd-halsverbinding had iets lichter mogen zijn. Hij heeft wel een mooie lange hals, verticaal gericht. Romprichting is voldoende, zou iets meer opwaarts mogen zijn. Bovenlijn is voldoende sterk. Kruiseling is goed. Misschien iets hellend. Dan het beenwerk is voldoende droog. Iets gehoekt in het achterbeen. Ook wat koehakkig. En wat stijl gekoot in het achterbeen. De stap mocht wat meer ruimte maken. In de draf heeft hij wel zelfhouding. Ook iets meer ruimte. Wel zweefmoment ook. Dat is wel mooi. Dit veulen krijgt een tweede premie. Nummer 12. Nice expressive head. Long vertical neck. Dat is goed voor de racial type. De conformation, the direction of the body is sufficient. Top line is goed. De croup is a little bit sloping. De leg quality is sufficient. A little bit cohocked. In the walk, he should have more length in the strides. In the trot, he's making himself nice. Nice attitude. And also suspension. But also, we want to see a little bit more length in the strides. So, second premium.
Nummer 13, het geluksgetal. Het hoofd had misschien niet sprekend mogen zijn, maar het veulen heeft een hele mooie lange hals, mooie richting, ook een goede hoofd-halsverbinding. Veul is hoogbenig, goed gebouwd. Romprichting had misschien iets meer horizontaal gericht kunnen zijn. De bovenlijn is voldoende sterk. Dus ruim voldoende in de bouw. Beenwerk is correct gestald. Goed droog beenwerk. In de stap, vlotte actieve stap, voldoende ruim. In de DAF laten zich echt mooi zien. Een ruimte in de stap. Mooi zweefmoment, mooie zelfhouding, elasticiteit laat hij zien. Dus een goede draf, dit veulen krijgt een eerste premie. This foal gets a first premium. Head could be more expressive, but a nice upstanding neck, long. Also the conformation is good. The stances of the legs are correct, clean legs. The walk is active and in the trot he is showing a lot of elasticity, suspension, nice attitude and also length in the strides, so a very good trot first premium.
Veulen nummer 15. Ik zal even tussendoor stoppen om de mogelijkheid te geven om te vertalen. Het Veulen heeft een mooi hoofdje. De halsrichting is voldoende, ook de lengte is voldoende. Dus ruim voldoende in de rastype. In de bouw is matig ontwikkeld, zou van zijn leeftijd sterker kunnen zijn. Romprichting zien we liever iets horizontaal. Aan de bovenlijn iets sterker. Met name ook het kruis is afhellend. Heeft wel een mooi voorbeenlengte en ook een goede schouder. Beenwerk is goed droog, maar iets gehoekt in het achterbeen, zadelbenig in het achterbeen. De stap heeft een hoog ritme, achterbeen sluit matig aan bij het voorbeen, is voldoende. De draf is taktmatig, maar je zou het achterbeen meer onder mogen brengen, iets sterker mogen zijn in de achterhand. Veulen krijgt een derde premium. Nummer 15. Nice noble head. Neck is sufficient long and upstanding. The direction of the body could be more horizontal. Top line could be a little bit stronger. And we see is that the croup is sloping, but has a nice foreleg and a good shoulder. The legs are clean, but a little bit sickle hocked. The rhythm of the walk is high, and in the trot he has a good rhythm, but could bring the hind legs better underneath the body. So a third premium.
voorzien ook voor jullie. Ah, ja, okay, dus ja, beter wat frisser te worden. Heeft er graag iemand thee van jullie? Zeg, is koffie goed of heeft er ook graag iemand thee? Ik, volgens mij koffie. Ja, is het koffie? Jij ook koffie? Nummer 14. Mooi ras, typisch Veulen met een sprekend hoofd. Mooie hals erop met lengte en een richting goed. De romprichting is goed, is echt een goed gebouwd Veulen. Mooie romprichting, goed voorbeenlengte, ook een goede bovenlijn. En een mooi kruis met een goede ligging en lengte. Beenwerk is droog, misschien een heel klein beetje gehoekt in het achterbeen. In de stap, daar hebben we wat problemen mee. Het achterbeen sluit niet goed aan bij het voorbeen. Dat is toch een taktprobleem. Dus achterbeen zou iets meer naar voren en het voorbeen gebracht mogen worden. In de draf heeft hij een mooie houding. Achterbeen komt voldoende onder. Dus een heel mooi Veulen. Maar laat het toch even de stap iets afweten. Vandaar dat dit Veulen nu een tweede premie krijgt. Voor de eerste premie hadden we toch graag een iets betere stap willen zien. Foal nummer 14, een very nice foal, goed in de racial type with a nice head and a good long upstanding neck. Very good in the direction of the body and the length of the foreleg, also good top line. Legs are clean, in the walk we like to see more length and especially the hind leg should go to the foreleg. Then in the trot he has a nice attitude. But the hind leg could be a little bit better underneath the body, but still a good trot. This foal get, because of the good racial type and the good conformation, a second premium.
Oké, deze wordt ook vertaald naar het Frans, dus iets langzamer. Nummer 17. Nog een jong veulentje, voldoende ontwikkeld. Mooi sprekend hoofd. De hals kon misschien iets meer verticaal gericht zijn en iets langer zijn. Goede kleur. Romprichting is voldoende. De schouder ligt er mooi in, maar we hebben wat bemerkingen op de bovenlijn. De rug is week, is iets gezonken in de rug. De beenkwaliteit is goed, maar de standen zouden beter kunnen zijn. Hij is echt krom in het achterbeen. In de stap is je wat gehaast, wat hoog ritme. Het achterbeen sluit wel goed aan bij het voorbeen. Dus wel taktmatig, maar wat kort en wat hoog ritme. In de draf hetzelfde beeld. Ook een hoog ritme, weinig zweefmoment. En het achterbeen zou iets mooier ondergebracht kunnen worden. Hier wel een mooie houding. Veulen krijgt een derde premie. Nummer 17. A young one. Development is sufficient. Nice noble head. The neck could be a little bit longer and more vertical. But the color is very good. The trunk is almost horizontal. That's positive. But the top line is weak. Is sunken. The croup is sloping. So the conformation is just sufficient. Could be better. The leg quality is good, but the hind leg is sickle-hocked. Then the walk, he is a little bit hasty, a little bit short, but good in rhythm. The trot, he has no suspension. We like to see more suspension. He's a high rhythm, a longer strides, and the hind leg could come better underneath the body. So this one gets a third premie.
nummer 16. Nog een jong veulen, ruim voldoende ontwikkeld voor zijn leeftijd. Mooi hoofd, edel hoofd. De nek zou wat langer kunnen. De hals had ook misschien iets meer lengte mogen hebben, maar is wel mooi verticaal gericht. Romprichting is voldoende. Voorbelengte had misschien iets langer mogen zijn. De schouder ligt er netjes in, maar het kruis is wat afhangend, wat afhellend. Beenwerk is voldoende droog, maar is wel wat koehakkig achter. Misschien ook iets meer kwaliteit mogen hebben. De stap is voldoende ruim en taktmatig. Achterbeen sluit mooi aan bij het voorbeen. In de draf heeft hij souplesse, ook voldoende ruimte, mooie zelfhouding. Dus een goede draf. Veulen krijgt een tweede premie. Nummer 16. Fall with an expressive head. The pole could be a little bit longer. Also the neck could be longer, but it's nice. A vertical direction. The trunk is sufficient. The foreleg could be a little bit longer. The shoulder is good, sloping. But the croup is also sloping. That's what we don't like to see. The legs are clean, but cow-hocked. In the walk, he has sufficient length and is in the right rhythm. In the trot, he shows suppleness, long strides and nice attitude. So good trot. This one gets a second premium.
nummer 18. Veulen is voldoende ontwikkeld voor zijn leeftijd, is nog een jong veulen. Heeft een mooie uitdrukking in zijn hoofd. De hals heeft voldoende lengte, zou iets meer oprichting kunnen hebben. En de hoofd-halsverbinding zou iets lichter kunnen zijn. De romprichting is iets neerwaarts, de bovenlijn is correct, sterk genoeg. Kruisligging is ook goed, voldoende in ligging in ieder geval. In het beenwerk, hij is wat gehoekt in het achterbeen, wat sabelbenig, wel goed droog. En de beweging is te zien dat hij iets toontredend is. De stap is actief, mooi aangesloten, ook voldoende ruimte. In de draf maakt hij zichzelf wat mooier, draagt hij de hals ook wat mooier erop. En heeft hij zo, wel iets gehaast misschien, maar wel een goed taktmatig, dus een goed in de beweging. Veulen krijgt een tweede premie. Nummer 18, sufficient in development, expressive head. De nek is long, could be a little bit more vertical. The head-neck connection is a little bit heavy. The trunk, we like to see more horizontal. The top line is okay. It's good, strong. The leg quality is clean legs, but sickle hocked in the hind leg and a little bit towing out. The walk is active. Hind legs goes to the foreleg. Sufficient in length, the strides. In the trot, we see enough length in the strides and then a nice attitude, so good in the movement. This one gets a second premium.
nummer 19. Veul is jong, maar ook nog matig ontwikkeld voor de leeftijd. Mooi hoofd. De hoofd-halsverbinding is wat zwaar. De nek zou ook iets meer lengte mogen hebben. Is ook wat zwaar, de nek. Is wel mooi verticaal gericht. De romprichting is wat neerwaarts en ook de bovenlijn zou wat sterker kunnen zijn. De beenwerk, de standen zijn correct. Ook goed droog beenwerk, dus goed beenwerk. In de stap is hij wat kort, wat hoog in zijn ritme. Sluit maar matig aan, heeft soms ook wat zoekende in zijn ritme. De draf, ook daar zien we het eigenlijk hetzelfde, wat kort in een hoog ritme, wat weinig zweef, maar wel taktmatig, die draf. Veulen krijgt een derde premie. Met name ook door zijn ontwikkeling en door de bouw. Nummer 39, royaal ontwikkelde Enter. Het hoofd had misschien iets eerder kunnen zijn. De hals, lengte en richting is voldoende. Nek had iets langer mogen zijn. Dan kan iets mooier afbuigen. De romprichting is voldoende. Ook de voorbelengte. Bovenlijn is goed. Kruis is wat afhellend. Dus goed in zijn rastype, ook goed in zijn bouw. Correct beenwerk, goed droog beenwerk en ook correct gesteld. De stap is actief.
achterwind sluit mooi aan. Zou misschien nog iets meer buigende sprong mogen hebben, maar een goede stap. In de draf, ook daar zie je dat hij zijn bowie zou iets meer opwaarts mogen gaan. Iets meer, heeft wel een mooi zweefmoment. Voorbeen zou nog iets meer uit mogen leggen. Dus ook een nette draf, een goede draf. Is het tot de tijd is het eigenlijk een goede enter. We hebben echter geconstateerd, dat hebt u ook kunnen zien, dat er wat stekelharige plek op het voorhoofd zit die groter is dan wat is toegestaan. Dat betekent dat we deze om die redenen niet kunnen primeren vandaag. Nummer 39, well developed for his age, head could be more expressive, more noble. The neck is sufficient long and upstanding, the pole could be a little bit longer. The conformation is good. The walk also is active and sufficient long strides. The trot could go more uphill. But a nice moment of suspension. So also a good walk, a good trot. This one is doesn't get a premium today because of he has not allowed white on his forehead.
nummer 40. Royaal ontwikkelde enter. Lang gelijnd. Ook een edel hoofd erop. Hij zou wat meer neklengte mogen hebben. Ja, we gaan opnieuw beginnen. Royaal ontwikkeld enter. Lang gelijnd, dat is wat we graag zien. Mooie uitdrukking in het hoofd. De neklengte zou wat langer mogen zijn. De hals is wel voldoende qua richting en qua lengte. Mooie romprichting, horizontaal ongeveer. Een goede sterke bovenlijn, ook een mooie voorbeenlengte. Dus goed in de bouw. Ook een mooi kruis, met name mooie richting en ook een lengte. Beenwerk is droog. Misschien een tikkeltje gehoekt in het achterbeen. En misschien iets koehakkig, maar verder toch goede kwaliteit beenwerk. In de stap en in draf, allebei zien we weinig vrijheid in de schouder. Ze willen wat meer ruimte zien in de beweging. En wat meer zweefmoment, met name ook in de draf. Dus de bewegingen zijn ruim voldoende. Mooi gebouwd paard dus, maar in de beweging graag iets meer ruimte. Dit paard krijgt een tweede premie vanwege zijn mooi exterieur. Nummer
21. Het hoofd is voldoende edel, de hals is zowat meer verticaal gerecht moeten zijn. We hebben ook wat bemerking bij de vloeiende beleiding die we helemaal willen hebben van achter de oren tot helemaal tot aan de staart. Met name mis wat kap en daardoor ook de vloeiende beleiding in de overgangen tussen hals en schoft. De romprichting zou iets meer horizontaal gericht moeten zijn. De voorbelengte is voldoende. De bovenlijn had ook iets sterker mogen zijn voor deze enter. Het heeft mooi lange koot, ook droog beenwerk. Misschien een tikkeltje toontredend, maar goed beenwerk is een algemeenheid. De stap is wat stug en zou wat meer ruimte mogen hebben. En datzelfde zien we ook weer in de draf. Hij zou meer opwaarts mogen gaan. Heeft daardoor ook wat hoger ritme. Wat weinig zweefmoment, dus de beweging is voldoende, beenwerk is goed. Dit entertje krijgt een derde premie vandaag. Number 21. Like to see a more expressive head, the neck more vertical. We like to see a more flowing connection in the top line, especially between the crest and the withers. The trunk is a little bit downwards. The top line is sufficient. The legs, yes, long pastern, that's positive, and also good, clean legs. In the walk, he is a little bit stiff. We like to see more length in the strides. In the trot, also going more uphill, the posture more upwards. High rhythm and also more suspension, so the movement is sufficient. That's why this one gets a third premium.
nummer 20. Het hoofd zou iets sprekender mogen zijn en wat ook graag wat meer neklengte. De hals is lang, zou iets meer verticaal gerecht moeten zijn. Het is overigens wel een langgelijnde enter, dat zien we toch graag. Romprichting is voldoende. De bovenlijn is sterk, dat zien we graag. Ook een mooi kruis erin liggen. Beenwerk is iets gehoekt misschien, maar wel mooi droog. In de stap zou hij iets meer door lijf mogen stappen. Heeft hij soms wat moeite ook met de regelmaat, maar ruim voldoende. In de draf zien we datzelfde eigenlijk terug. Soms wat moeite met de regelmaat. Zou wat sterk in de achterhand mogen zijn. Heeft wel voldoende ruimte, maar ruim voldoende. Dit veulen, of deze enter, krijgt met name ook door zijn goede bouw een tweede premie. Nummer 20. Head could be more expressive. We like to see a longer pole. The neck is long. Could be more vertical. It is a long-lined yearling. That's what we like to see. The direction of the body is sufficient. Strong top line. That's what we like to see. And also good croup. Nice. Nice in the direction. And also nice in the length. The legs is a little bit tickle hocked, but clean, that's good. In the walk, he's a little bit stiff and sometimes problems with the rhythm. The same we see in the trot. We like to see a stronger hindquarters, so but sufficient in walk and trot. This one gets, because of his nice conformation, a second premium.
Ja, deze heeft de Franse eigenaar, dus ik zal wat rustiger aandoen. Een Twenter. Twenter mist een beetje de jeugdige uitstraling. Doet iets oud aan voor zijn leeftijd, iets klassieker. Het hoofd had iets meer uitstraling mogen hebben, iets meer. De hoofd-halsverbinding is ook iets zwaar. Hals is lang, maar mocht iets meer verticaal gericht zijn. Romprichting is voldoende. Goede, sterke bovenlijn. En goede kruisligging. Beenwerk is correct gesteld. Goede hoeven. En ook goed droog beenwerk. Deze Twenter heeft een vlotte stap, actieve stap, ook met goede ruimte. In de draf zou hij wat meer buiging in de sprong mogen hebben en iets meer tot draging van het achterbeen mogen komen. Maar mede ook door zijn goed beenwerk en zijn goede stap, en met name zijn goede stap, krijgt deze een tweede premie. Nummer 22. Nummer 22. Is a little bit looking old for his age, a little bit classic type. Long lines. The head could be more expressive and the head-neck connection more light. The neck is long. But we like to see more vertical. The direction of the body is okay, very strong, good top line. The croup is very nice, direction is good and the length is good. The legs are correct, clean and with good large hooves. That's what we like to see. The walk is very active, long strides, very good walk. In the trot we like to see a more bending, more flexion in the hock, and more carrying hind leg, but still a nice trot. This one gets, because of his good walk, a second premium. This was the last one this morning. Now we have a break. After break we start with the adult horses. Dit was de laatste van deze ochtend. We hebben nu een korte pauze. Na de pauze gaan we met de opnames en de hoe laat beginnen we? We beginnen ongeveer 10:15, 10:15, 11:15. We start again at 11:15.
Nummer 23, Mary die al 11 jaar oud is, daar houden we rekening mee. Het hoofd zou iets sprekender mogen zijn, de hoofd-halsverbinding is voldoende licht. De hals heeft lengte, maar zou iets verticaal en recht mogen zijn. Goede romprichting, voorbelengd is wat matig. Wel een goede sterke bovenlijn, misschien wat strak in de lenden en het kruis is wat afhellend. De benen zouden iets droger mogen zijn. De standen zijn correct. In de stap, ja, daar zie je ook toch dat hij wat kort blijft, wat stug in de beweging. In de draf mist hij ook de souplesse en dan blijft hij ook wat kort in de beweging met een hoog ritme. Dit paard wordt opgenomen vandaag in het stamboek zonder premie. Nummer 23 is sufficient racial type. De confirmation is... More than sufficient is good. De leg quality is sufficient. In the walk he is short and stiff. In the trot the same, missing suppleness and also short with a high rhythm. So this one is taken in stud book without a premium.
nummer 24, nummer 24. Een paard ook al van 10 jaar oud, wat klassieke type. Hoofd zou iets meer uitdrukking mogen hebben. Hoofd-halsspanning is wat zwaar, met name de neklengte maakt dat het dat die wat negatiever is. De halslengte is voldoende, maar de halsrichting zou wat verticaler mogen zijn. Mis ook de kap. Dan in de bouw, de romprichting is ruim voldoende. Het voorbelengte is voldoende. Een goede bovenlijn, maar het kruis is afhellend. Dan krijgen we het beenwerk. Het beenwerk mist kwaliteit. Dat betekent dat het beenwerk onvoldoende is. In de stap zou je wat meer souplesse mogen hebben, wat meer buiging. Maar is wel voldoende ruim en ook aangesloten, takmatig. In de draf ja, heeft hij mist die souplesse. Weinig buiging in de sprong. Zou meer onder mogen brengen, meer balans mogen tonen. Dit paard wordt vandaag niet opgenomen vanwege de kwaliteit van het beenwerk. Nummer 24. Sufficient in the racial type, also more than sufficient in the conformation, especially because he has a good direction of the body and a good top line. But the croup is sloping. The quality of the legs is insufficient. The walk has enough length and enough activity. In the trot we like to see more suppleness, more bending in the hock and more carrying hind leg. So this one is not taken in the stud book today because of the quality of the legs. De next one is nummer 25. De volgende is nummer 27, Annieke van het Ooievaarsnest van Beatrice de Vrome, mag zich aanmelden om haar paard te laten meten. Dank u wel. In de bak en in de buitenbak.
aanmelden om het pand te laten keuren. Ja. Er was nog geen één gezien waar ik denk van hoe. Van de huilentjes misschien. Ja, van de broek. Ja. Ik heb een volwassen vader waar ik gezien en ik denk van hoe. Ja, dat is toch altijd moeilijk. Ja, ja. Waarschuwen ook, hè. Zeker wel. Gewoon een bepaalde fase in de opgroeien waar je eigenlijk een goede primering kan geven en andere. Ja, ik ook. We like to see a more noble head. The neck, the poles, sorry, eerst in het Nederlands. Het hoofd zou wat meer sprekend kunnen zijn. De neklengte zou wat langer moeten zijn. De hals is lang, zou iets meer verticaal mogen zijn. Mist een beetje op de kap. En heeft wat weinig behang. De romprichting is voldoende. De schouderling is ook ruim voldoende. De bovenlijn is netjes ook. Mooi kruis erin en een goede voorbeenlengte. Dus dat is wat bouw betreft goed. Beenwerk is droog beenwerk. Goede hoeven en ook goed gestald. Dus goed cijfer beenwerk. Ja, in de stap hebben we daar wat langer over gedaan. Ook wat langer overlegd. Nog een keer opnieuw laten stappen. In de stap is hij overactief. Wat kramperig, trekt wat met beide benen, heeft wel ruimte en actie, maar is toch eigenlijk een bewegingstechniek die wij niet graag zien. Dus onvoldoende voor de stap. De draf is voldoende ruim en krachtig. Zou iets meer souplesse mogen hebben, maar de draf is ruim voldoende. Maar vanwege de vorm van de stap kunnen we dit paard vandaag niet opnemen. Nummer 26. Could have a more expressive head. De nek is long, but could be more vertical. De conformation is correct. Very good quality of the legs, good hooves. And also clean legs, so very high mark for the leg quality. The walk is a little bit overactive, a little bit compulsive.
That means that it's insufficient, is a way of moving that we don't like. In the trot, he has sufficient length of the strides, a little bit more suppleness we want to see, but because of the walk, we can't take this today in the studbook. Nummer 25. Paard van 10 jaar oud al. Het hoofd zou iets sprekender mogen zijn. Hoofd-halsverbinding is wat zwaar. De hals staat er mooi verticaal op. Het krijgt dan wel wat onderhals. Dus voldoende in het rastype. In de romprichting is ook voldoende. Dus gemiddeld ongeveer. Voorbeenlengte zou iets meer mogen zijn. Goede schouder erin. De bovenlijn had wat sterker kunnen zijn. Is iets week. En het kruis ligt er wel mooi in. Dus ook een ruim voldoende bouw. Het beenwerk had iets meer kwaliteit mogen hebben. De standen zijn verder wel goed. Goede hoeven ook. Dan krijgen we de stap voldoende ruimte. Ook takmatig.
voldoende aangesloten, voldoende activiteit. Maar het zou toch iets, nog misschien iets meer ruimte willen zien. Dus de stap is ruim voldoende. In de draf, ja, dan drukt hij de rug weg. En dan heeft hij ook toch wel moeite om de achterhand eronder te krijgen. Is voldoende. Als je dit totaal neemt, dan is het paard vandaag opgenomen in het stamboek, maar geen premie. Voor premie willen we toch iets meer beweging zien. Nummer 28. Het hoofd zou iets spreken, de mogen door een mooie hoofd-halsverbinding heeft hij ook. Een halslengte is goed, maar de hals zou iets meer verticaal gericht mogen zijn. Een mooi zwart overigens. De bouw, ja, paard heeft een voldoende romprichting. Ook een... Een goede schouder erin, de lenden echter die zouden wat meer, die zijn wat week, zou wat sterker in de verbinding mogen zijn en de rug zou ook iets sterker mogen zijn. Beenkwaliteit, we hebben droog beenwerk met goede hoeven, ook goede standen, dus een goede kwaliteit beenwerk. Dan krijgen we de stap, heeft hij wel ruimte, maar we zouden toch wat meer buiging willen zien,
In de sprong wel taktmatig. In de draf, ja, dan heeft hij wel een mooie halshouding, maar hij zou meer opwaarts mogen gaan en iets meer balans mogen tonen, dus iets meer de achterhand ook onder mogen brengen. Voldoende. Al met al is het paard vandaag opgenomen in het stamboek en krijgt een derde premie. Mede dankzij zijn goed beenwerk. Nummer 27. Ja, het hoofd kan wat sprekender. De hals heeft voldoende lengte, maar zou meer verticaal gerecht mogen zijn. Voor de bouw, de paard heeft een iets neerwaartse romprichting, wat steilere schouder. Bovenlijn is strak, maar is nog niet negatief, maar het kruis is afhellend. Daardoor is ook de verbinding in de lenden wat minder mooi. Het beenwerk had iets droger mogen zijn, iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Die heeft wel mooie hoeven en de standen van de benen is ook correct. Dan de stap, heeft hij voldoende ruimte, maar is iets ongelijkachtig, mist ook wat activiteit. In de draf blijft hij dus toch op de voorhand lopen, wat neerwaarts lopen. Brengt de achterhand, zou je meer onder mogen brengen, meer tot draging, meer tot balans mogen komen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. De volgende...
finale van dat BSFP nog maar een hokje verbleven. Ze net de eerste keer gewonnen. Hallo, hallo. Tja, ja, dan is hij weg. Ah, pad mee. Die zijn allemaal beter getraind dan die paardjes. Ja. Nummer 31. Het hoofd had misschien iets sprekender mogen zijn, wel een hele lichte hoofd-halsverbinding. De halslengte is goed. De richting had misschien wat meer verticaal mogen zijn. Hele mooie romprichting, hele sterke bovenlijn, ook een goede schouder. Kruis is een tikkeltje hellend, maar dus al met al een goede bouw. Beenwerk, de achterbeen is iets gehoekt. De beenwerk is verder wel droog en we hebben toch een kleine bemerking op de bouw van het spronggewricht. In de stap, ja, we hebben hem in het begin extra ruimte gegeven, maar in de stap blijft hij kort en moeite hebben met de takt. En dan in de draf. In het begin was het wat minder, maar hij ging steeds meer moeite krijgen met de regelmaat. Dus op het eind was hij echt duidelijk onregelmatig. Dat betekent dat we voor de draf helaas een onvoldoende moeten geven. Sorry, ik ben te snel, denk ik. Dat betekent dus dat hij op dit moment niet opgenomen kan worden in het stamboek vanwege de problemen die hij heeft met de regelmaat in de draf.
Christophe en Gebroeders van Malen, die zijn er dan ook altijd. Die, hebben die, ja, die brengen zelf die paarden voor, ja, natuurlijk. Hè, dus, maar die mensen zijn hier allemaal niet, omdat dat mag niet, dus, in verband met die corona. Volgende. En door. Nummer 30. Paard met een mooi hoofd, ook een lichte hoofd-halsverbinding, een echt lange hals, richting is voldoende verticaal, veel behang. Kleur had misschien iets zwarter mogen zijn. Dus goed is een rastype. Ook de bouw, de romprichting is prima, een goede bovenlijn, een mooie schouder erin. Kruis is wel een tikkeltje afhalend, maar toch steeds ruim voldoende in de bouw. Beenwerk is goed in standen, goed droog. Ook een voldoende ruime hoeven, dus goed beenwerk. Ja, de stap heeft hij wel voldoende activiteit, ook voldoende ruimte. In de draf, ja, dan is hij toch wat gehaast. Maar is hij wel duidelijk taktmatig. Wat dat betreft zou de draf iets sterker kunnen zijn. Maar met name door de rastype en de kwaliteit van zijn beenwerk wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek met een tweede premie, sterpredicaat.
nog drie, nee, er zijn er nog drie en dan nog één hengst. Nee, in principe nog vier paarden, vijf, al die derde hier ook is. En ik heb er nog maar twee gezien. De laatste driejarige, nummer 29. Mooi zwart, voldoende behang ook. Hoofd is voldoende sprekend. Een goede hoofd-halsverbinding, licht hoofd-halsverbinding. De halslengte is goed en ook de halsrichting is voldoende. De romprichting is ongeveer horizontaal, dat is positief. Ook een mooie schouder erin. De bovenlijn had wat sterker kunnen zijn. Het kruis misschien een tikkeltje hellend, dus, maar al met al ook. Rastype en bouw zijn ruim voldoende. Ook het beenwerk voldoende droog. Goede standen. Hoeveel hadden misschien iets royaler mogen zijn. Dan komt de stap. Ja, de stap hebben we nog een keer opnieuw laten doen. De stap blijft hier wat druk. Maakt zijn passen niet goed af. Zou wat meer lengte in de stappen kunnen maken. In de draf. Ja, dan heeft hij wel voldoende ruimte. Maar dan blijft hij wat traag in het achterbeen. Het achterbeen blijft wat achter. Zou meer onder de massa mogen komen. Hij blijft wel voldoende opwaarts gaan. Maar paard is goed exterieur. Maar in de beweging zou die wat sterker mogen zijn. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een ster willen we iets meer beweging zien. Nummer 32. Een paard met een sprekend hoofd. Ook een licht hoofd-halsverbinding. De hals is lang, zou iets meer verticaal gerecht mogen zijn. Goede romprichting, goede bovenlijn ook. En de ligging van de schouders netjes. Kruis is iets afhellend, maar dus voldoende, ruim voldoende trastype, ruim voldoende ook in de bouw. Het beenwerk is
voldoende droog, misschien een iets gehoekt in het achterbeen. De stap heeft een vlotte stap, zoals we het graag zien. Goed lichaamsgebruik, stap goed door het lijf en ook ruim. Goede stap. De draf is hier voldoende ruimte, zou iets meer opwaarts mogen gaan. Het is een beetje hoog ritme misschien, maar toch ook een ruim voldoende draf. Dit paard wordt met name ook door zijn goede stap vandaag ster met een tweede premie. Gefeliciteerd eigenaar. Nummer 32 is een long-lined mare. De nobele head, goed in de racial type, also de confirmation is goed. De legs are more than sufficient, a little bit sickle-hocked. The walk is doing very well, nice long strides, using the body, suppleness. And the trot is a little bit hasty, a little bit high rhythm, but still enough length. So this one is now star with a second premie, especially because of his good walk. Nummer 34. Het hoofd had misschien iets sprekender gemogen, maar heeft een licht over het halsverbinding, een lange hals. Halsrichting had misschien iets verticaler gemogen. Is wel ook goed zwart, dus ruim voldoende in het rastype. Romprichting is voldoende. In de lendaansluiting had iets mooier mogen zijn. En de kruis
de richting ook iets mooier, maar toch in zijn totaliteit. Met de schouder zo ruim voldoende in zijn bouw. Beenwerk, standen zijn correct, ook voldoende droog. De stap is vlot en actief met voldoende ruimte in de draf. Ja, mooie rustige draf, goed ondergebracht. Rust is vaak veel beter dan de hoge snelheid. Dus ook een goede draf. Al met al wordt dit paard vandaag sterk met een tweede premie. Number 34, het is raining cats and dogs, but the head could be more expressive, light head-neck connection, neck is long, direction could be more vertical, but more than sufficient race type, also the conformation is more than sufficient, the stances of the legs are correct and also sufficient clean, the walk is really active and with a length in the strides, a good walk, and also the trot, easy going, nice, the hind legs underneath the body. So this one is now star with a second premium. Congratulations to Joner. Nummer 33. Het hoofd had die sprekende mogen zijn. De hoofd-halsverbinding is wel licht. De nek is lang, maar wat horizontaal gericht. De romprichting had iets meer horizontaal mogen zijn. En is wat strakker de bovenlijn. De schouder had meer schuine ligging mogen hebben. De kruis is iets afvallend, dus de bouw is voldoende. Het beenwerk is droog en ook correcte stand. Dus goed beenwerk in de stap. Had iets meer lichaamsgebruik mogen hebben, maar heeft wel voldoende ruimte en ook voldoende activiteit. In de draf, ja, dan zie je duidelijk dat hij de souplesse mist. En dan blijft hij ook wat neerwaarts. Draf is voldoende, niet meer. Maar gezien de goede beenwerk en zijn stap, krijgt deze vandaag een derde premie. This one number 33, head could be more expressive. De
neck should be longer, no, it's long, it should be more vertical. Look, it's looking a little bit missing actually the huge. Then the trunk is average. Top line is a little bit tight. Shoulder a little bit steep, so the conformation is sufficient. The leg stances are correct and also clean, so that's positive. Then the walk has sufficient length, good length. Should have a little bit more use of the body, but a good walk. In the trot, he's missing the suppleness. Going downwards, missing a little bit the power in the hindquarters. But overall, especially because of the walk and the quality of the legs, this one is now, gets now a third premium. Helemaal zwart. Ik zag hem al aankomen. Ik heb een beetje afstand gehouden. Ja.
niet anders. Ja. Spannend. Als je marinette is. Ik vind het een mooi paard. Dank u wel. Zo, daar kom ik met u. Kijk, wat voor een is het, afstamming? Mooi. Oké. En nu heeft ze gewoon van alle voeten. Oké. Je heeft ze aan de voet. Je heeft ze gehad dit jaar. Ja, nu is vol. Oh, prachtig. Volgende jaar heb ik de hulp van mijn oom. Heb ik nog goede conditie? Ik ben met de koets. Ja? Ja, ik doe een marathon. Oké. Dat is wel mooi. Dat is wel conditie van de marathon. Dat weet ik wel zeker. En daarom ben ik nu net over de grens, achter de grote Hilze. Oké. Doe ik mee. Maar ja, het is afgelast dit jaar. Ja, jammer. Over de hele weekend. Dat is een leuke tijd hoor, marathon. Hm? Marathon is altijd wel leuk. Ja, ja. Het is alles, he. Bos, straat, zand, ja. Water. Ik ben een keer in Canada geweest. Die man neemt met zelfgefokte Friese vierspan internationaal rijden. Ja. De mensen die eerst die... Nummer 36. Een heel mooi gebouwd paard met een edel hoofd, ook een lange hals erop. Behang en kleur is ook prima, dus goede rastype. Hele mooie romprichting, goed gebouwd, met een sterke bovenlijn, ook een mooi kruis. Dus met name de bouw is opvallend. De beenwerken, misschien een licht gehoekt in het achterbeen, maar goede hoeven, voldoende droog beenwerk. We hebben ook een kleine bemerking op de bouw van het spronggewricht. De stap is ruim en actief, goed door lijf, dus een goede stap. In de draf laat hij het een beetje zitten. Zou je toch wat sterker in de achterhand mogen zijn, iets beter de achterhand onder mogen brengen, iets meer tot draging mogen komen. Dit paard is een hele mooie stermer, vooral in zijn ras en in zijn bouw. Maar voor de eerste premie zou je toch iets meer draf mogen laten zien. Paard wordt niet uitgenodigd voor een tweede bezichtiging. Number 36. A beautiful horse in a good and racial type, nice noble head and also long neck. Could be a little bit more vertical. Collar also hair enough mane and so on. The trunk is horizontal, very strong top line, good shoulder and good croup, so very good in the conformation. The legs quality is sufficient, nice large hooves. And the stance is also good, a little bit sickle hock perhaps. And we have a small thing about the conformation of the hock. Then the walk is active with long strides, using the body, good walk. In the trot, we like to have him stronger in the hindquarters, more underneath the body, more carrying hind leg. This is a beautiful horse, but for a first premium, for an invitation, we like to see more trot, a better trot.
Nummer 38. Ze zeggen wel eens les best. Een hengst, een jonge hengst, 8 jaar oud overigens, ziet er heel jeugdig uit en dat is een positief punt in de bouw. Mooi edel hoofd, ook een goede hoofd-halsverbinding. De hals is zeer lang en verticaal gericht. Dus goed in de rastype. Ja, de bouw, hij zou iets meer horizontaal gericht mogen zijn. De schouder ligt er netjes in. De bovenlijn zou wat sterker kunnen. En het kruis is ook wat afhalend. Dus de bouw is voldoende. Beenwerk zijn de standen goed. Droog beenwerk, ook goede hoeven. Dan hebben we de stap, ruim en takmatig. In de draf. Ja, de draf is excellent, hele mooie manieren, met geweldig veel buigen en sprong, krachtig achterbeen, goed ondergebracht, opwaarts, ondanks zijn bouw. En heel mooi, veel souplesse, dus we hebben een heel hoog cijfer ook gegeven voor zijn draf. Dit paard wordt uiteraard ster. En we hebben daar geen premies in, het is ster of niet ster, deze is ster met een hoofdletter. Oké, okay, nummer 38, stallion, 8 years old, looking very young, and that's quality. Nice noble head, nice head-neck connection, very long neck and vertical. In the trunk, the body could be more horizontal, shoulders okay, the top line could be stronger. The croup is a little bit sloping, so the conformation is sufficient, the leg quality and stances are good. The walk is powerful, with long strides and the right rhythm. In the trot, he is excellent, with nice manners. Bending of the hock, powerful. Hind legs comes underneath, far underneath the body, going uphill. So this very, really nice trot. So this one is now star with capital letters.